Welkom bij Rondje om de Wereld. In deze quiz strijden vrienden van de sociëteit om het wereldkampioenschap. We blijven ver weg van het WK in Qatar en spelen daarom onze eigen competitie gewoon in Nederland. Deze strijd gaat niet over het spelen van voetbal, maar juist over de landen achter de teams. Want hoe goed kennen we elkaar nou echt? En daar is hij weer, onze Mo. Niet weg te slaan uit deze show, zelfs niet als hij verliest. Dat noem ik nog eens een winnersmentaliteit. Mo neemt het deze finale op tegen een andere veteraan, Sjors. Nog zo'n boemerang die maar terug blijft komen. Jongens, welkom in de finale. Een titanenstrijd, kunnen we wel zeggen. Ja, jongen. Hey, high five. Je hebt het toch weer gered, hè? Ja, nou, jij ook. Lekker bezig. Ja, daar staan we gewoon. En jij was eigenlijk uitgeschakeld. Ja, en klopt. Toen kwam je weer terug omdat iemand uitgevallen was. Ja. En ik was ook uitgeschakeld door jou. Ja. Ik ben er doorheen gefietst via de racismekaart. Die heb ik getrokken en ik ben door de NPO-bazen doorgeloodst naar de finale. Kijk. Na natuurlijk ons debacle rondom Bluff. Hey, weet je nog wel iets van voetbal af? Nu heb je een beetje voetbal gekeken nu? Nee. Ik weet wel dat Nederland gewonnen had van Amerika met 3-1. En jij wel? Jij hebt wel veel gezien al? Ja, alles gekeken nog steeds. Ja. Je moet als trots Nederlander moet dat je natuurlijk waar, Nederland ondersteunen. Dat is waar, dat is in plaats waar. Van naar Bluff luisteren. De finale spelen we niet met twee landen, maar we doen een rondje om de wereld. Wie trapt af? Tijd voor een coin toss. Ik kies nog steeds munt. Oké, dan kies ik kop. Ho, nou, je bent wel een stuk beter geworden. Ja, dank je. Kop. Je ziet hier vier afbeeldingen. Drie daarvan zijn in Ghana gemaakt. Maar één kan daar onmogelijk vandaan komen. Welke hoort er niet bij? Ja, ik zie dus een neushoorn. Ik zie dus een soort van hagediskist. Ik weet niet, het ziet er heel raar uit. Maïskolven en een berg of een heuvel, zeg maar iets. Dat hagedisding, dat staat gewoon bij de Efteling of zo. Wat is dat? Dat is toch... Sjors, deze uitzending duurt 12 minuten. Dus ik weet dat is niet. Waar. Je hebt gelijk. Even door met. Wat denk jij? We verliezen kijkers. Wat denk jij? Ik weet wel wat het is. Natuurlijk weet jij wat het is. Ja, ik weet wat het is. Ik ga voor de mais. Dat hoort er niet op. Dat hoort er niet bij. We gaan het is het niet. Nee, helaas. Welke is het wel, Mo? De neushoorn. Echt? Ik was wel bang voor dat het een instinct was. Neushoorn komen die voor in Ghana. Vanaf Tanzania tot en met Kenia kun je de Big Five zien, de leeuwen, de tijgers, de neushoorn en dat soort dingen. Ja, hagedis is ook wel interessant, want dat is namelijk een grafkist. Wauw, dat is een grafkist. In Ghana zegt de grafkist iets over de overledene. Zijn werk of passie bijvoorbeeld. Mais en de Krobo-berg horen ook echt bij Ghana. Mais wordt er veel verbouwd en de Krobo-berg is de oorspronkelijke thuishaven van de Krobo-bevolking. Nee, het mooiste vind ik van Ghanese, maar ook van Surinamers, die hebben dan eigenlijk bij het overlijden zo'n dansritueel. Met die kistdragers, op schouders. En dan gaan ze dan helemaal zo dansen, zeg maar, richting de graf. Dat vind ik wel interessant om te horen dan, hoe je op een andere manier toch het overlijden kan. Dat je dan bij gewoon overlijden gewoon lekker de Venga Boys. Ik ben een hevige support van de Vingerboys. Drie van de vier afbeeldingen komen uit Brazilië. Eén hoort er dus niet thuis. Welke? Oké, ik zie dus een katholieke kruis. Dat hoort bij Brazilië. Brazilië heeft een heel groot gebied. Dus de bergen horen daar sowieso bij. De miereneters ook, de jungle. Brazilië is ook heel koud, hè? Dus dat kan alles. Met jungle en de Amazone. Ik gok. En... Ik ga voor de bessen. Nee, helaas. Ah. Ik bedoel, vervelend. Nou, yes, heel vervelend. Het Andesgebergte hoort hier niet thuis. Het strekt zich uit over Chili, Argentinië en Peru, maar loopt niet door Brazilië. Net als langs de grens loopt. Ja. De tapir leeft in het Atlantisch regenwoud en de bes is de acaïbes. De oorspronkelijke bewoners aten het om hun uithoudingsvermogen een boost te geven tijdens het jagen. Als je echt goed wil eten, zeg ik altijd, is mijn moeders eten. Dus voel. Voel is bruine bonen mix is dat, met brood. En dan met heel veel olijfolie. En dan zeg ik altijd, mijn moeder smeerde ons in van buiten met olijfolie, maar ook van binnen.
En dan ging je gloeiend, zeg maar, helemaal warm, kon je de Nederlandse winter trotseren. En dan had je heel veel uitdagingsvermogen. Nou. We gaan door naar de volgende ronde. Het staat nog steeds 0-0. Spannend, jongen. Ja. Ik voel jouw zweet gewoon bijna vanaf hier. Ruik je het ook? Nou, dat sowieso. Crazy as a door, of zo gek als een deur, is een Nederlands gezegde waar ze in het buitenland niks van snappen. Maar wat maak je van het Japanse gezegde Saru ni Eboshi, oftewel de aap zet een hoed op. Dat betekent A, dat iemand iets probeert te verbergen. B, dat iemand zich beter voordoet dan hij is. C, het beste van een nare situatie proberen te maken. Dat is wel lastig. Nou, we hebben in Nederland hebben we natuurlijk al geef je een apengouden ring en is een blijven lelijk ding. Dus dat klinkt misschien een beetje hetzelfde met een hoed. Van, je kan wel proberen een aap te verbergen onder een hoed of zo, maar... Is lastig, hoor. Zijn altijd wel met respect. Respect en rustig en met een samurai zwaard. Ik ga voor C. Ja, wat net zeggen. Ik ga gewoon voor C. Het is het waarschijnlijk niet. Nee, het was B. Ja, het was gewoon B. En dan denk ik ook gewoon, ja, je zit er zo op te naaien. Het is gewoon heel vervelend. Ja, ja. Heerlijk. Yes, jongen. Oh, sorry. Ja, ware kampioenen presteren onder druk. Ja. In Japan bedoelen ze hiermee dat iemand zich beter voordoet dan hij is. Het wordt vooral gebruikt voor mensen uit een lagere sociale klasse die zich voordoen alsof ze van hoge komaf zijn. Eboshi is namelijk een hoed die in Japan alleen wordt gedragen door de Japanse adel. Die was er bijna. Ja, jongen, jammer. Jammer. Ja, jammer. En wanneer hebben jullie je voor het laatst beter voorgedaan dan je was? Ik had een hele leuke date met een dame waar echt naar. Dan dacht ik van, nou, dit gaat het worden. En toen zei ik tegen haar, ik ga voor jou koken. Want wat ik eten besteld. En die wilde ik dan zo in een pan gieten, zo weet je wel. Maar ja, zij kwam dus eerder. En zij zag dus de bezorger het eten ophangen aan de deur. Oh, nee. En ik deed de deur open. Dus... Uiteindelijk wel lekker gegeten. Ja, maar er is niks geworden tussen ons twee. Nee. Wat maak je van het Poolse gezegde, niet mijn apen, niet mijn circus? Betekent dit A, dat het onderwerp je niet interesseert, B, dat je ergens geen verstand van hebt, of C, dat het niet jouw probleem is? Ik ga voor de meest handliggende, en om weer vaart te maken in deze uitzending, ik ga voor A. Het is C. Het is toch C. Ah, weet je niet. Oh, ja, zo dichtbij. Helaas, geen punt. Niet mijn apen, niet mijn circus. Betekent dat het niet jouw probleem is. Krijg ik hier nog een extra? Krijg ik hier een punt? Nee. Die hele carrière hangt hier vanaf. Ja, jongen. Zeker. Ja, ja. Als je hier wint, jongen, gaan de deuren van je open, echt, joh. Hè? Ja, dat denk ik, dat voel ik ook wel. Verdorie, ja. Dan ga je weg uit de greenscreen room naar een echte productie. Ja, een echte tafel. Ja, het is tijd voor een shootout. Wie dit punt pakt, mag beginnen in de laatste ronde. Het symbool op de Marokkaanse vlag is een pentagram. Waar of niet waar? Dat is waar. Klopt, een pentagram is een vijfpuntige ster en is een van de oudste symbolen ter wereld. Op de vlag van Marokko staat hij in het groen op een rode achtergrond. Kijk hoeveel lange armen. Dit is gewoon genetisch gewoon een superheld hier. Die kan je toch niet van winnen met de drukken op een knop? Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een genetische superheld ben. Ja, pot, in vergelijking met mij is dat... Oké, dat moet je. Doe je dat ook zo? Ik denk dat jij gewoon twee vrouwen bij de bar goed tegelijkertijd kan knuffelen. En als er eentje wegloopt... Allemaal aan de uiterste van de bar. Ja, en als er eentje wegloopt, heb je er altijd nog eentje extra over. Het is alweer tijd voor de allesbeslissende laatste ronde. Jullie krijgen een reeks waar-niet-waar vragen. Als je het goed hebt, mag je meteen door. Heb je het fout, dan gaat je beurt naar de ander. Sjors, in Qatar kun je 3 jaar gevangenisstraf krijgen voor homoseksueel gedrag in het openbaar. Waar? Klopt! Het traditionele alcoholische drankje Shisha bevat cassave. Waar? Goed! In Senegal heeft iedere man 4 vrouwen. Lijkt me niet waar. Klopt. De Nederlandse vlag is altijd rood-wit-blauw geweest. Niet waar. Wat voor vragen krijgt hij? Wat is dit? In november is het een Britse traditie om een klaproos te dragen. Niet waar. Ja? Helaas. Je krijgt alle antwoorden via zijn bril krijgt hij die door. Het is gewoon een Google Glass bril heeft hij met alle antwoorden. De excuses die ik verzin als ik verlies. Mo, jouw beurt. Op de Iraanse dag van de revolutie wordt traditioneel witte wijn gedronken. Nee, niet waar. Dat klopt! Yes! In de Verenigde Staten zijn plastic tasjes verboden.
Dat is niet waar. Goed! Op de vlag van Wales is een rode draak afgebeeld. Waar? Ook goed! De dansstijl samba komt uit Argentinië. Niet waar. De samba komt juist uit Brazilië. Helemaal goed! Om diep respect te tonen voor elkaar drukken mannen in Saoedi-Arabië hun neuzen tegen elkaar. Is helemaal waar. En als je dat bij een sheik of iemand mag doen, dan krijg je echt een hele veel eer en je bankrekening wordt dan ook gevuld. Het kleinste hondenras, de Chihuahua, is vernoemd naar een staat in Mexico. Dat is helemaal waar. Ja, dat is waar. Ja! Ja, ga door, ga door. Dit is goed, dit is goed. Hier houden we van. Ga door, ja. In Polen ligt een woestijn. Ik zou zeggen, nee, er ligt geen woestijn. Ah, helaas. Een stinkertje. In Denemarken is het illegaal om te ontsnappen uit de gevangenis. Ik zeg, niet waar. Klopt. In Tunesië zijn alle vormen van geweld tegen vrouwen verboden. Vormen van geweld tegen vrouwen verboden? Ja. Ik zeg, niet waar? Nee, dat is wel waar. Ja. Mo, in Frankrijk heeft de haan het recht om te kraaien op het platteland. Ja. Ja. Klopt. In Australië is het verboden je schaap skipper te noemen. Nee, ik denk niet dat het verboden is. Ja. Olaf Scholz is de huidige bondskanselier van Duitsland. Klopt. Goed. Mount Yari is de hoogste berg van Japan. Dat is niet waar, want er zijn hogere bergen in Japan. Fuji. Barcelona is de hoofdstad van Catalonië. Ja, ik zeg gewoon ja. Ja, ja, Costa del Sol, hè? Ja, daar ben ik heel vaak geweest. Ik heb een halfjaartje gewerkt als propper in Salau. Mijn tactiek was altijd zo staan. En dan stop. Ik kreeg gratis drankjes. Ja. En dan loodste ik ze naar binnen. En dan zei ik dat ze bij die barman een gratis drankje konden krijgen als ze naar binnen gingen. En dan gingen ze naar die barman. En die barman was er helemaal niet. Je had beloofd een gratis drankje te hebben. Ik zeg, maar heb je een leuke avond? Ja, ik heb wel een leuke avond. Ja. Van de Costa in Spanje gaan we naar Costa Rica. De Evenaar ligt ten hoogte van Costa Rica. Niet waar. Oh. Ligt er nog boven dan. De nationale drank van Marokko is rooibos thee. Nee, dat is munt thee. Ting, ting, ting. Kunnen we zo'n geluidje maken? Gewoon voor alle antwoorden die ik goed heb. Zo ping, ping, ping. Ja, doe maar een hel geluidje voor dat, mij. Dat Hans Kanzan weer zo naar voren komt. Tiritiriti. U gaat door voor de wasmachine. Kroatië is het jongste land ter wereld. Nee, dat klopt niet. Want het minst korte bestaan van het land is Zuid-Soedan. Je moet het maar weten. Als Afrikaan zijnde, als ik die vraag niet had geweten. Jij hebt zo'n voorsprong nu. Als ik hem straks weer krijg, dan wordt het heel. Ja, ik weet het niet. Ga maar verder. Ja. België is een koninkrijk. Inderdaad, dat klopt. Meer dan de helft van alle meren ter wereld liggen in Canada. Het zou zomaar kunnen kloppen, want je hebt daar die hele reeks. Ik zou zeggen waar. Zal ik gewoon even in beeld stappen? Gewoon doorgaan. Het komt misschien door het jasje. Hè? Het jasje is gewoon, zeg maar... Je hebt hier al een antwoord op. Ja. Canada, de meeste meren. Zwitserland is geen lid van de Europese Unie. Dat klopt, inderdaad. De nationale feestdag in Kameroen is jaarlijks op 20 mei. Ik zou zeggen... Ja, waar. Klopt. Ongelooflijk dit. De huidige president van Brazilië is Jair Bolsonaro. Nee, dat is niet meer. Dat is Lula. Ja, dat klopt. Servië is sinds 1995 een onafhankelijke staat. Ik zeg niet vaak dat het iets later is geweest. Ze hebben dat pas echt in 1997 ergens hebben ze dat kunnen doen. Ja! Oh, mijn adreskunde en mijn geschiedenisleraar zijn echt trots op mij, hoor. Ik ga dit niet terugkijken, deze fantastisch. Dit kan ik dit niet is gewoon goed. Dit is gewoon... Als ik zo kon mee kon doen met de slimste mens, met een echt programma, ja. Hè? Dat was fantastisch geweest. De tango is een populaire dans in Montevideo. Dat klopt. Ja, Sjors, hij heeft het weer goed. Heb je tango wel eens een keer gedanst? Niet gedanst, maar ik weet wel. Ja? Wil jij mijn danspartner worden dan? Ja, na deze show, als ik gewonnen heb voor jou. Dan wil ik je even in ieder geval de komende tijd even niet spreken. Maar echt? Daarna kunnen we misschien wel een keertje weer... Geen probleem. De trigrammen op de Zuid-Koreaanse vlag symboliseren de vier elementen. Hemel, vuur, water en aarde. Nou, dan ga ik gewoon zeggen dat het niet waar is. En dan geef ik de beurt over. Het is niet waar. Ja, okay. Geef de beurt. Ja, heb je nog wat te doen? Nee, ja, dankjewel. Ik kan even volgens mij nog één vraag raden, geloof ik. En dan zijn alle punten uitgedeeld. De beurt gaat naar Sjors. De hoogste golf waarin Portugal op gesurfd is, was 24 meter hoog. Ja, waarom krijg ik opeens een surfvraag? Ja. Wat weet ik daar nou weer van? Ja, je kan me echt alles wijsmaken over golf. Ik zeg waar. Oh, gelukkig. Ja.
De laatste. In Ghana is het benoemen van leeftijden niet zo populair. Je vertelde over dat iedereen vernoemd was naar een dag in de week. Maar ik weet niet of dat iets zegt over of verjaardagen wel of niet populair zijn. Oh, als het dan vernoemd worden naar de dag van de week, dan weet je... Dat is waar. Jammer, jongen. Je hebt goed gespeeld. Ja, nou, jij nog veel beter. Ja, veel beter. Ja, er kwamen allemaal vragen die ik zelf heb ingezonden. Ja. En jezelf teruggeluld op het programma in. En ook nog allemaal vragen. Ik heb een e-mail gestuurd met deze vragen, wil ik heel graag hebben. Huppakee. Montevideo Tango. Huppakee. Ja. Zo, yes. Kijk eens. Kijk, ik wil bij deze iedereen bedanken die ooit mij gesteund heeft. En ook mijn haters bedanken. Dat jullie nu mij zien winnen. Hey. Dank jullie wel.